Er zijn beroepen waarvan je het bestaan niet eens vermoedt. Ik mag zo'n bijzonder vak uitproberen. En deze keer ben ik voor 2 dagen... schildpaddenconservator. Bambini! Voor dit bijzondere beroep ben ik op Curaçao, het Caribisch eiland, bekend om haar azuurblauwe zee en prachtige stranden. Maar het strand waar ik moet zijn, herken ik niet van de vakantiefoto's. Hallo, ik zoek Saïcia. Hoi. Hi. Ben jij Saïcia? Ja, klopt. Saïcia Comenencia. Helemaal goed. Je bent schildpaddenconservator. Correct. Saïcia werkt voor de Sea Turtle Conservation Curaçao. Het is een organisatie die zich inzet voor het behoud van zeeschildpadden en hun leefgebied. Ongelooflijk, hè? Wat een bende, joh. Ja, dat is echt heel erg. Het is allemaal plastic. Ja? Ja. Wat doe ik hier? Nou, kijk, schildpadden, zeeschildpadden. Grootste bedreiging voor hun is afval in de zee, plastic afval. Ze houden van kwallen. Dus en plastic dat lijkt op kwallen. Ze kunnen erin verstrikt raken, ze kunnen het opeten. En alles wat hier op land terechtkomt, dat proberen wij op te ruimen, zodat het in ieder geval niet meer de zee inkomt. Je weet het vast wel, de opeenhoping van plastic afval in de oceanen noemen we plastic soep. Jaarlijks stroomt er wereldwijd tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic de zee in. En wij komen hier met vrijwilligers, elke week komen wij dit schoonmaken. Elke week? Elke week, ja. En dit is dan het resultaat wat er binnen een week weer is gekomen? Ja, correct. Dat is toch treurniswekkend? Ja, dat is het inderdaad. Het blijft uit de zee komen en we moeten het elke keer opruimen. Ik ben jouw beroep vandaag. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nou, zoals bij elk beroep heb je lusten en lasten. Later gaan we voor de lusten kijken in de habitat van de schildpadden. Maar nu gaan we eerst eens even plastic opruimen. Dat geloof je toch niet? Plastic ritje, hè? Je weet dat het er is, maar er middenin zitten in een ongelooflijke hoeveelheid van die troep maakt me echt wel een beetje verdrietig. Dat kunnen we toch beter doen, jongens, met z'n allen. Mooie verzameling, hè? Ongelooflijk. Ja, maar je hebt hard gewerkt. Jongens, applausje voor jezelf dan maar. Gooi het er maar bovenop. Zie je iets, hè? Zeg het eens. Ik ben wel toe aan de lusten. Dit is in ieder geval binnen. Ja, dit is binnen. En morgen mag jij proeven van de lusten. Hey, goedemorgen. Hey Klaas, bon dia. Wat gaan we doen? Nou, we gaan naar Klein Curaçao. Witte stranden, azuurblauwe zee en waarschijnlijk nestactiviteiten van schildpadden. Nice! Laten we gaan, jongens. Klein Curaçao is een onbewoond eiland vlakbij de kust van Curaçao. De zeeschildpadden gebruiken dit eiland om hun eieren te leggen, dus is het een perfecte plek om ze te spotten. Nou, Bombini op Klein Curaçao. Dankjewel. Wat wij hier normaal doen, is dat we gaan controleren of er schildpadden zijn geweest. En dat kan je zien aan de hand van sporen op het strand. Dus we gaan een rondje lopen om het eiland. En dan gaan we kijken of er wat is gebeurd de afgelopen dagen. Top. Nou, als je hier loopt, dan moet je altijd heel voorzichtig lopen. Een beetje om je heen kijken. Ja. Van alles kan je dus zien. Kijk, gelijk hier zo. Waar? Hier heb je een spoor. Zie je die hoopjes zo, zijkant, en dan zo'n geultje in het midden. Ah ja. Ja. Een geul in het midden en dan een soort van die... Is ja, dat dan van de... Van de flippers is van dat. Van de flippers. Nou, wat je dus kan doen, is dat we dan zo'n spoor gaan we opmeten. Want we willen weten wat die schildpad gedaan heeft. Door de sporen te bestuderen kunnen we vaststellen om welk soort schildpad het gaat en of ze hier aan land is gekomen om een nest te maken voor haar eieren of niet. Het kan ook zijn dat een schildpad die komt aan land, die wordt gestoord bijvoorbeeld. En die denkt, joehoe. Ik ga weer weg. Ja. Het kan zijn dat die schildpad dan later op de avond weer terugkomt en dat de sporen door elkaar heen lopen. Ah. Of dat er twee verschillende
schildpadden aan land komen. Je moet een halve spoor zoeken zijn om dit... Het is echt spoor zoeken, dat klopt. Maar ze maken het zichzelf dan niet echt makkelijk, hè? Ik bedoel, als je komt uit de zee, ja, moet je die hele heuvel op. Ja. Ga je hier lopen graven. Ja. En die kleine huppies, die moeten dan weer helemaal terug. Ja. Makkelijk is anders, maar deze sporen leiden helaas niet naar een nieuw nest. Even verderop heeft collega Marianne Cross misschien wel iets gevonden. Ze heeft hier dus zitten rommelen. Dat kan je heel goed zien aan dat groene, die plantjes, die heeft ze kapot gemaakt. Want wat ze doet, ze maakt dus een kuil en ze legt die eieren en dan bedekt ze met haar achtervinnen. Ja. Je hebt dus het gat en dan heb je waar het zand overheen is gegaan, daar is het nest. En dus niet hier, maar daar? Nee, daar. Daar, want dat is, daar zit de eieren dat onder. Bedekt ze. Ja, oké. Snap je? Nou, serieus, als je mij die stok had gegeven, had ik hem hierin gedaan. Nou, dames en heren, dat is dus niks. Het is in de heuvel. Daar in de heuvel is het nest. Ja. Alsjeblieft. Maar even dat ik hem niet door de eieren heen prik. Nee, die eieren zitten 80 centimeter diep. Zo? Ja. Nee, maar goed, iets dieper nog, want de wind vakt het anders. Krak! Nee, gaat goed. Helemaal goed gedaan. Door deze bordjes te plaatsen en alles zorgvuldig te noteren, kunnen deze nesten hopelijk ongestoord uitkomen. Er zijn er heel veel die gelegd worden. Hoeveel komen eruit? Nou, zo'n tussen de 100 en de 120 eieren worden er gelegd. Dat is maar 10% wat het overleeft. Dat is niet heel veel. Nee, dat is niet heel veel. Helaas is de grote vijand ook hier niet ver weg. Dit is natuurlijk het grote gevaar. Ja, klopt. En als je in de nesten kijkt, in de maten, zie je ook heel veel plastic liggen. En dan komen ze eruit en dan schieten ze hier doorheen en dan heb je in één keer dit. Ja, dat is het trieste van het geheel. Ja. Onze ronde op dit onbewoonde eiland zit erop, maar Saïtia heeft nog wel een ding voor me in petto. Snorkelen. Wat we ook doen hier is controleren hoe het gaat met de schildpadden. En of ze geen haken of vislijnen hebben. En ik dacht ter afsluiting een hele leuke opdracht voor jou. Om een goede foto te maken van een schildpad, ja, van zijn kop. Dat patroon is uniek. Dus net als een... De vingerafdruk van een schildpad is zijn kop. Ja, correct. En als je daar een goede foto van kan maken, dan kunnen wij daar weer wat mee. Let's go! Voordat ik een schildpad kan fotograferen, moet ik er natuurlijk wel eentje zien te vinden. We hebben nog helemaal niks gezien. Ik zie een heleboel vissen, maar nergens een schildpad. En het wordt nog erger. Hoe? Ik heb mijn zwemvlies kwijt. Ah, je ziet die vissen echt denken, wat een amateur. Maar goed, ik moet door en Saïtia heeft iets gespot. Ja, ga maar heen, ja. Oh, maar het valt toch niet mee om met één flipper een zeeschildpad bij te houden. Ze hoeven maar één zo'n slag te maken en ze zijn binnen no time weer helemaal weg. Nou ja, de aanhouder wint. Ik heb hem op de foto. De eenbenige snorkelaar. Wat een fantastische dieren. En ik heb een paar goede foto's. Oh ja, en mijn flipper is ook boven water. Twee dingen. Eén, wat is het hier prachtig. En twee, wat zijn schildpadden fantastisch gracieus. Ja. En supersnel. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja. Maar ik denk dus dat ik iets heb binnengehaald. Ja, je hebt het patroon van zijn kop. Nou, Klaas? Had je niet gedacht, hè? Ik heb hem gewoon. Super. Ik heb nog één vraag voor je. Denk je dat ik ooit door kan als schildpaddenconservator? Het enthousiasme wat jij hebt getoond, gedrevenheid waar je mee bezig bent geweest en volhardendheid met het zoeken naar de juiste foto, zeker weten. Zo, als dit mijn rapport is, wat was, hé? Fantastisch. Dank je wel, hè. Alsjeblieft. Te gek. Een heel klein koud drankje wist ik wel. Kan ik aan de slag als schildpaddenconservator? Met zo'n rapport? Een dikke check.
Lekker dat je kijkt naar Klaas kan alles. Wil je nog meer beroepen zien? Klik dan even hier. Hier kan je abonneren en daar vind je nog allemaal andere gekke opdrachten. Doorkijken, veel plezier!